Game of Thrones en je is de lachende derde. Ik zei het al, ongeveer 30 primeurs vindt u dus in dit leuke boekje. Het aantal is misschien verrassend, maar ik zei al, er zijn dus nog veel meer primeurs te bedenken. Of ze zijn er gewoon. Maar ja, je maakt een keuze. Kees Stal heeft geverifieerd of ik de waarheid heb gesproken. Ik geef toe, dat was nodig om subsidie te krijgen van de gemeente. Die zei, ik geef alleen subsidie als het boekje klopt. Nou, toen moest ik wel te raden bij Kees Stal. En die heeft op een gegeven moment tegen de gemeente gezegd, kan wel. En dat zegt hij niet gauw hoor. Dat zegt hij echt niet gauw. Het boekje is echt voor breed publiek geschreven. Ik denk dat eigenlijk iedere Hagenaar zo'n boekje zou moeten hebben. En dan word je helemaal trots op je eigen stad. Een plaatje bij een praatje is echt luchtig en eenvoudig gehouden. Alles was natuurlijk al een keer geschreven. Dit is een bundeling ervan. Het is echt een hebbeding. Zeer geschikt natuurlijk voor het eens meenemen naar iemand anders in plaats van een fles wijn, zou ik zeggen. De Sinterklaas komt eraan. Ja, ik denk dat ik er zelf aan verliep. De kerst onder de kerstboom is ook heel erg leuk. Nou, daarom heb ik natuurlijk de nodige boekjes meegenomen. De opbrengst gaat naar het Gilde. En ik hoop dus dat u nu helemaal nieuwsgierig bent naar dit boekje met veel plaatjes. Ik zal het gewoon eens even open houden, dan kunt u ook een indruk krijgen. Het is plaatje bij een praatje. Ja, ik hou het gewoon ergens open. Het ziet er gewoon lekker uit. Het feest alles ook heel enthousiast. Ja. Hiermee wil ik eigenlijk beëindigen mijn verhaal over Haagse primeurs. De trots van Den Haag.